In de serie Incorrecte Terminologie presenteer ik een aantal video's met termen die al eeuwen worden gebezigd, maar niet de juiste betekenis weergeven. In eerste instantie denk je dat onder juist en onjuist hetzelfde staat. Maar als je goed kijkt, staat er toch wezenlijk iets anders. Onder juist staat bloedgroep met het cijfer 0 en onder onjuist staat bloedgroep met de letter O. Om de klassificatie van bloed en bloedtransfusies goed te begrijpen, is het verschil tussen antigenen en antilichamen belangrijk. In 1901 ontdekte Landsteiner twee bloedfactoren, bloedeiwitten of antigenen, aan de rode bloedcellen. Hij noemde ze bloedfactor of antigeen A en B. Bij zijn onderzoek kwam hij tot vier bloedgroepen. Bloedgroep A met antigeen A, bloedgroep B met antigeen B, bloedgroep AB met de antigenen A en B en bloedgroep 0 zonder antigenen. Zo ontstond het AB0-systeem, waarbij de 0 vaak als de letter O wordt gezien en onterecht over het ABO-systeem wordt gesproken. In het plasma ontdekte Landsteiner antistoffen of antilichamen die alleen werkzaam zijn in het ontvangende bloed als ze in contact komen met antigenen van een andere bloedgroep. Omdat bloedgroep 0 geen antigenen bezit, kan deze bloedgroep aan alle andere bloedgroepen worden gegeven en is zodoende de universele donor. Zo is bloedgroep AB de universele acceptor. Deze bloedgroep heeft de antigenen A en B aan de rode bloedcellen, maar geen antistoffen in het plasma tegen de antigenen A en B. Dat is logisch, anders zouden de antistoffen ook de eigen antigenen aanvallen. De uitspraak bij dit bloedgroepstelsel is dus AB0, zodat meteen duidelijk is dat A en B staan voor de antigenen aan de rode bloedcellen, die bloedgroep 0 dus niet heeft. In deel 10 van deze serie, de prikkel. Dit is het einde van deze video.